Ik ben René Schuiten-Kniepstra, een van de oprichters van de Kunstmeisjes. En sinds ik in 2020 met het Drents Museum mee mocht op persreis naar Mexico, een beetje verliefd op Frida Kahlo. Op dit moment is de tentoonstelling Viva la Frida, The Life and Art of Frida Kahlo, te zien in het Drents Museum in Assen. Maar welke invloed heeft Frida Kahlo gehad op beeldende kunst, muziek en mode? Die vraag staat centraal in deze vijfdelige serie, waarin ik met bijzondere gasten op zoek ga naar de invloed van Frida Kahlo. In het najaar van 2020 deed Evelien Keesmaat, artiestennaam Kees, mee met de competitie Art Rocks. Kees, we zitten hier thuis in Rotterdam in jouw studio. Vertel eens iets over jezelf. Wie ben je? Wat doe je? Ik ben dus Kees en ik maak Nederlandstalige popmuziek. Dat doe ik nu al een aantal jaar en dat is wel grappig, want ik ben oorspronkelijk opgeleid als jazzzangeres. Dus daar had ik een opleiding in gedaan en terwijl ik daarmee klaar, toen dacht ik, ja, dit past eigenlijk helemaal niet zo goed bij mij. Ik zoek iets directers, iets wat, ja, wat meer vertaalt wie ik als persoon ben en wat ik wil zeggen. En dat kwam uiteindelijk terecht bij de Nederlandse taal en bij liedjes die ik nu dus zelf schrijf en produceer en als soloartiest uitvoer als zodanig. Oké, en hoe kwam je er eigenlijk bij om mee te doen met Art Rocks? Ik vond het eigenlijk heel fijn toen dat op mijn pad kwam. Ik zag het ergens langskomen op social media en toen dacht ik, nou, dit is een hele toffe uitdaging. Want ja, sowieso was het midden in die coronatijd waarin je denkt, wat ga ik doen als muzikant? Er kan heel weinig. En toen ik dat zag, dacht ik, oh, wat tof. Dat is iets om naartoe te werken, iets concreets. En het gaf me weer een soort nieuwe energie. Om me zo te laten inspireren eigenlijk. Want in mijn eigen leven gebeurde niet heel erg veel om me door te laten inspireren. Misschien verrassend, maar ook in de muziek is Frida een enorme inspiratiebron. En muziek was ook voor haarzelf een enorme inspiratiebron. Dat begon eigenlijk al heel jong, toen haar vader de Duitse stukken van Beethoven en Strauss op de piano speelde. Maar ook in haar latere leven en ook met haar politieke invloed heeft muziek een grote rol gespeeld. Denk bijvoorbeeld aan de Mexicaanse volksmuziek. Voor Art Rocks heb jij het zelfportret met Aapje uitgekozen. Daar heb jij het nummer Vast over geschreven. Kun je iets vertellen hoe dit liedje tot stand is gekomen en waarom heb je specifiek voor dit werk gekozen? Ik kende haar eigenlijk niet zo goed. Dus ik ging naar de website van Art Rocks en daar kon je kiezen uit een aantal kunstwerken. En die sprak me het meeste aan. Ja, ze kijkt je ook zo recht aan en ik dacht echt, wow, wat is dit? En ik vond het ook, ja, wel iets grappigs hebben. En toen ging ik me verdiepen in haar verhaal eigenlijk, of in haar leven, om een beeld te krijgen van, nou ja, wie is zij en waar gaat het schilderij over? En toen kwam ik er eigenlijk pas achter dat zij, dat het helemaal niet zo'n grappig schilderij was, maar dat zij best wel wat heftige dingen in haar leven heeft meegemaakt. En dat er dus wel meer achter die blik ook schuil gaat dan je in eerste instantie denkt. En dat heb ik toen uiteindelijk als inspiratie gepakt. Zo van, je hebt in het echte leven ook heel vaak dat je mensen ziet waar je meteen een eerste indruk van hebt. En daar vind je dan misschien iets van, maar je kent die persoon nog helemaal niet. En dat leek me een tof iets om over te schrijven. Het leven van Frida inspireert muzikanten op heel uiteenlopende manieren. Ze hebben bijvoorbeeld de Mexicaanse groep de Villalobos Brothers. Zij zijn echt geïnspireerd door het politieke activisme van Frida. Zij maken Mexicaanse volksmuziek, maar met een hedendaags tintje en verwerken daar dus ook hedendaagse boodschappen in. Ze zijn ook ontzettend trots op Frida dat zij als Mexicaans icoon nu nog steeds die waarde vertegenwoordigt. Aan de andere kant hebben we een popicoon zoals Madonna, die niet zozeer in haar muziek, maar dan wel in haar uitingen echt haar liefde voor Frida toont. Tijdens de Rebel Heart Tour waren er verschillende kostuums die duidelijk geïnspireerd waren door Frida. Ze verzamelt bovendien kunst van Frida. Maar je zou ook kunnen zeggen dat ze in haar doen en laten geïnspireerd raakt door Frida. Ze is een vrouw van een bepaalde leeftijd waarvan seksualiteit misschien niet meer verwacht wordt. Die taboes doorbreekt ze, net zoals dat Frida haar eigen taboes doorbrak. Die inspiratie is ook heel direct terug te zien in haar kunstwerken. Frida schilderde soms zinnen uit populaire liedjes in haar schilderijen. Kijk bijvoorbeeld eens naar het werk Un Cielito Lindo. Het is nu alweer even geleden dat jij kennis maakte met Frida en haar verhaal. Herken jij jezelf in haar? Ja en nee. Ik denk
ik laat me vooral heel erg door haar inspireren. Want zij is dus zo krachtig in mijn beleving. Hoe zij te midden van, nou ja, alle heftigheid die ze heeft meegemaakt. Haar man die zelfs vreemd ging met haar zus. Ik weet niet of ik dan nog heel leuk muziek... Ja, misschien zou ik dan wel heel veel muziek maken daarover. Ik herken in ieder geval dat ze heel veel dingen uit haar persoonlijke leven vertaalde naar kunst. En dat vind ik heel erg mooi. En hoe ze zichzelf ook continu probeert opnieuw uit te vinden, te ontwikkelen. Dat doe ik volgens mij zelf ook heel erg. En dat vond ik heel leuk om over haar te lezen ook vervolgens. Ja. We hebben het er nu al heel lang over gehad. Wil je hem laten horen? Kijk je wel eens naar jezelf? Of kijk je liever door me heen? Ik zie hoe je verandert. Bescherm je de wereld wel? Met alles wat je mij vertelt. Je lijkt wel iemand anders. Zitten vast, zitten allemaal. Zo goed met woorden. Ik twijfel best wel vaak. Is dat eigenlijk wel toegestaan? Of heb ik me verloren? We zitten vast, we zitten allemaal aan elkaar vast. Het Drents Museum heeft een speciale afspeellijst gemaakt op Spotify. Luister, geniet en laat je inspireren door Frida, net als vele anderen. Veel plezier!